Voor de vijfde koers spreken we met Rosalie Jansen, de trainster van Einstein. Einstein liep de laatste keer, kwam na lang weg geweest, heeft wat fysiek ongemak gehad, kwam weer terug in de baan. Werd toen heel keurig tweede, werd van achteraf gereden. Vandaag heb je start nummer 2. Wat moet Luit doen om vandaag zo'n resultaat te boeken? Het is wel wat een andere koers. Er staan andere paarden in. Ik denk dat hij toch wel weer van achteraf gaat. Einstein heeft een goede eindsprint. Zal eventjes moeten kijken wat die andere paarden doen. En dan, ik denk dat hij vandaag wel weer een heel eind kan komen. Hij heeft de koers in de benen en hij is goed in orde. Want hij heeft die laatste koers goed verwerkt, want daarvoor had hij wat problemen. Dus het was toen een beetje afwachten hoe hard jullie ermee mochten rijden. Ja, klopt. Maar hij heeft inderdaad koers gehad en hij liep hartstikke goede tijd en waren heel tevreden. En het laatste stukje kon hij het eigenlijk net niet afmaken, maar hij was wat moe op het eind. Maar dat is hem vergeven. Ja. Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Vijfde koers, dames en heren, is de Bloemenhuis Scheerhoornprijs. 8 paarden gaan zich opstellen achter de startauto. Dat mooie zachte stukje aan de buitenkant van de baan, daar loopt de favoriet. Paard nummer 8, Excuse Me, en die wordt gereden door John Dekker. De auto is op 100 meter van het startpunt. Favoriet wordt teruggenomen van start af. Start gevallen. Excuse Me begint dus rustig aan de buitenkant en de leiding wordt genomen door Baby Blue. Baby Blue aan de binnenkant C4, zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Tiptronic BN ligt er ook bij en door het derde spoor gaat Ruud Pols naar voren met No Spa. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen van Baby Blue. Tweede ligt nu No Spa. Derde aan de relingzijde C4. Vierde is Tiptronic BN. En vijfde is mooi in de koers gekomen, Excuse Me. Daarachter ligt dan de rest van het veld. De hekkensluiter op dit moment is Einstein, maar die gaat gelijk door naar het tweede spoor. Zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Tesselaar vooraan met Baby Blue, een outsider in het veld. Maar daar zijn er meer van. Aan de buitenzijde komt No Spa naar voren. Die valt ook in die categorie. En ook het paard dat derde ligt, C4, behoort niet bij de favorieten. Daarachter volgen dan Tiptronic BN, die springt, gaat kort van de benen. Daarachter ligt Excuse Me, waarbij Dekker even twijfelt of hij hem binnendoor voorbij zal gaan of buitenom. Hij gaat binnendoor en daar is ook alle ruimte voor. Die gaat nu door naar plaats 4, dan Tiptronic BN, die snel weer gezet is. Achter de favoriet aan gaat mee binnendoor naar voren. Ella Gini met Dennis Minema, daarachter volgt Einstein. En de laatste plaats voorlopig, die is voor Bas Krebas met Florida Transair. Zo gaan de paarden voor de laatste keer op weg naar de rechte lijn overzijde. En Baby Blue leidt makkelijk. De enige paard dat op dit moment redelijk in zijn buurt ligt, is het paard van Ruud Pols, No Spa. Daarachter op plaats 3 volgt aan de relingzijde C4. Die krijgt nu een aanval aan de buitenzijde van de opkomende Excuse Me. Daarachteraan gaat mee naar voren Ella Gini. En daarachteraan gaat ook weer mee Einstein. Middenveld schuift wat in elkaar, maar de koploper ligt er nog altijd ruim voor. En Tesselaar trekt op dit moment de watten en gaat op weg naar de laatste bocht. Met aan de leiding nog altijd dus Baby Blue. Baby Blue in de laatste 500 meter, daarachter Excuse Me. Dan Ella Gini, terugzakkend nu aan de relingzijde No Spa. Aan de buitenkant gaat naar voren Einstein. Ze gaan de paarden de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En nog altijd leidt Baby Blue. Baby Blue, Excuse Me. Daarachter komen twee paarden naar voren. Dat zijn Ella Gini en Einstein. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Gaat een strijd worden met 4 paarden op 1 lijn straks. Aan de relingzijde nog altijd Baby Blue. Aan de buitenzijde komt Excuse Me. 3 gaan op. Helemaal aan de buitenzijde Einstein. Midden van de baan heeft Excuse Me overgenomen. Dekker kijkt naar links, Dekker kijkt naar rechts. En Dekker ziet nergens gevaar. Dus wint hij hem heel makkelijk. Excuse Me de winnaar. Einstein wordt tweede. Derde is Baby Blue. En daarachter op plaats 4 als de 6 uitgeschakeld zou zijn. De nummer 7, No Spa.